Nou, dit jaar, anders dan andere jaren, hebben we geen uitje voor de gepensioneerden. Dat doen we volgend jaar weer. En dan gaan we weer eens iets anders doen dan het boottochtje wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Maar één traditie willen we ook dit jaar wel in stand houden. Dus namelijk het bijpraten van de gepensioneerden over het wel en wee van de FNV. Oké, okay, even voor de duidelijkheid nog. Waarom is er dit jaar nog geen uitje? Is dat een kwestie van bezuinigingen? Nee, dat is eigenlijk een kwestie van. We willen weer eens wat nieuws. En toen heeft de commissie besloten, die dit altijd organiseert, die zei: nou, dan willen we eigenlijk dat budget wel wat verruimen. Maar dat doen we dan eigenlijk door het één jaar niet te doen en het volgend jaar wat meer armslag te hebben om weer eens iets heel anders te kunnen doen. Oké, en wat het dan wordt, dat is nog een verrassing. Dat is nog een verrassing. Kijk, ja. Dat is om een jaar om naar uit te kijken. Er is ook een brief aan alle gepensioneerden gestuurd waarin het een en ander uitgelegd wordt. En daarin wordt ook verwezen naar dit filmpje. Prima, oké. Okay. Nou, en dan horen ze nu graag hoe het dan met de FNV gaat. Er is nogal veel in beweging, hè? Ja, de FNV is in beweging. De FNV noemt zich ook in beweging en wordt langzamerhand de vereniging FNV in oprichting. Oftewel, er wordt gebouwd aan vernieuwing van de FNV. Dat gaat in twee stappen. Eerste is een congres op 17 april, waar de statuten worden aangepast. En het tweede is een congres op 14 en 15 mei, waarin ook echt de stap genomen wordt naar een nieuwe vereniging met een gekozen voorzitter, een ledenparlement, een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en alles wat erbij hoort om de vernieuwing vorm te geven. Oké, okay, en is het dan vanaf 16 mei helemaal klaar of gaat dat nog een tijd door? Nee, 16 mei begint een nieuw hoofdstuk. En dat hoofdstuk is dan maar net begonnen. Er zijn heel veel stappen in al gezet om voor te bereiden. Maar 16 mei is het echt menens. Dan is die nieuwe FNV er. En dan gaan we weer verder op de ingeslagen weg. En dat wil zeggen nieuwe sectoren, nieuwe organisatie, andere manier van zichtbaarheid. Een gekozen voorzitter, dat wordt echt iets nieuws. Dus elk lid kan mee kan stemmen over wie de voorzitter wordt. Wij als vakcentrale gaan ook hele nieuwe dingen beleven. Want wij hebben tot 2015 nog de taak om de nieuwe vereniging te ondersteunen. Maar het plan is om per 2015 de vakcentrale, Abfacabo, Bondgenoot en Bouw samen te gaan voegen. Qua werkorganisaties en qua verenigingen. Dus er komt nog een heel traject achteraan. Maar dat eigenlijk allemaal voor het goede doel. Dus namelijk dichter bij leden, meer zichtbaar, effectiever. Dus betere belangenbehartiging op werk en inkomen en zorg. Zo, dus er komt een hele sterke, krachtige vakbeweging. Ja, ja. Geen verdeeldheid meer. Ach, dat zal altijd, dat hoort bij de FNV. Dus altijd zo. Oké. Nou, prima en bedankt. En tot volgend jaar dan, hè? Ja, ik zie jullie ook graag volgend jaar weer terug. Hoop dan weer op welk uitje dan ook, of welke activiteit dan ook weer te mogen aanschuiven en jullie weer bij te mogen praten als degene die de FNV gemaakt hebben en aan ons hebben doorgegeven.